Welkom terug. Oh, staat hij aan? Hallo, hallo. Ja, hij staat weer aan. Welkom terug allemaal. We gaan naar muziek luisteren. Kijk. En tekst ook nog eens. Hij is acteur en hij is zanger. Nou, dat is wel duidelijk. En hij was een van de leden van muziektheatergezelschap Flint. En samen met... Is nog steeds, sorry. En hij gaat samen met... Pardon. Jury de Graaf zingen. Ik zou zeggen... Veel plezier. Een kleine afvaardiging van het Groot Flint Symfonieorkest. En het is inderdaad klein. Dames en heren, wij gaan u na een lange dag voor u, of een lange avond in ieder geval, we gaan proberen u met een paar liedjes wat vertroosting en wat inspiratie te bieden. De geschiedenis herhaalt zich en daarom zijn de liedjes die we vanavond voor u uitgekozen hebben, liedjes uit de geschiedenis. Brecht zegt u wat, Eister zegt u wat. Ik stap even in de rol van een moeder die in nare omstandigheden haar kind probeert op te voeden in het interbellum, in een tijd waarin geweld en vijandschap hoogtij viert. Zelfs op de vuilnisbelt, mijn jongen, is voor jou geen plaats meer. Der Zoetablagerungs Platz. Maar toch, mijn jongen, verlies de hoop niet op een betere toekomst. Vecht straks voor het leven van jezelf en voor dat van je kameraden. Zo klein en onschuldig als je bent, mijn zoon. Zo wreed wordt er over jou en over je kameraden gesproken. Ze willen je drillen, een leugenaar van je maken. Maar als je later groot bent, mijn jongen, dan ga jij ervoor zorgen dat er op deze wereld geen tweedeling meer kan ontstaan, mijn zoon. Mijn zoon was immer auch als dir werde, sie stehen mit Knüppeln bereit schon jetzt. Denn für dich, mein Sohn, ist auf dieser Erde nur der Schuttablagerungsplatz da und der ist besetzt. Mein Sohn, lass es dir von deiner Mutter sagen, auf dich wartet ein Leben schlimmer als die Pest. Aber ich hab dich nicht dazu ausgetragen, dass du dir das einmal ruhig gefallen lässt. Was du nicht hast, das geht nicht verloren. Was sie dir nicht geben, sieh zu, dass du's kriegst. Ich, deiner Mutter, hab dich nicht geboren, dass du einst des Nachts unter Brückenbögen liegst. Vielleicht bist du nicht aus besonderem Stoff. Ich habe nicht Geld für dich noch Gebet. Und ich baue auf dich allein, wenn ich hoffe, dass du nicht am Stempelstellen lungerst und deine Zeit vergeht. Wenn ich nachts schlaflos neben dir liege, fühl ich oft nach deiner kleinen Faust. Sicher, sie planen mit dir jetzt schon Siege. Was soll ich nur machen, dass du nicht ihren dreckigen Lügen traust? Deine Mutter, mein Sohn, hat dich nicht belogen, dass du etwas ganz Besonderes seist. Aber sie hat dich auch nicht mit Kummer aufgezogen, dass du ein Mann Stacheldraht hängst und nach Wasser schreist. Mein Sohn, drum halte dich an deinesgleichen, damit ihre Macht wie ein Staub zerstiebt. Du, mein Sohn und ich und alle unseresgleichen müssen zusammenstehen und müssen erreichen, dass es auf dieser Welt nicht mehr zweierlei Menschen gibt, dass es auf dieser Welt nicht mehr zweierlei Menschen gibt. Ja, dames en heren, ik ben eigenlijk nog een
oude socialist. Ze zijn zeldzaam, maar ik moet er dichterbij. Kunt u mij verstaan? Nee? Ja, hoor ik. Oké, goed. De geschiedenis herhaalt zich. Ik had het er straks al over. En een van die dingen wat mij altijd heeft hooglijk verbaasd. Waarom was er in Nederland, ik ga weer terug in de geschiedenis. Waarom was er in Nederland zo weinig weerstand tegen het opkomend fascisme in Duitsland? Het was er wel, maar mondjesmaat. Kijk, Hitler was eind van de jaren 30 een bevriend staatshoofd. En daar mocht in het openbaar geen kritiek op worden geuit. Echt waar, niet gelogen. Mijn vader was daar tot op de dag van zijn dood woest over. En terecht. Een kleine troost kwam uit Den Haag. Niet van de regering, maar van de Haagse volkszanger Willy Derby. Oftewel Willy Derby. De roepstem der volkeren. Er gaat over heel de aarde nog altijd een dreigend gerucht. Nog steeds is elk volk dat in Eendracht leven wil opnieuw voor een oorlog beducht. Men spreekt over eeuwige vrede, maar het blijft bij dat edele woord. Want door tweedracht en streven naar macht en naar glorie wordt streven naar vrede verstoord. Maar ook rijst op heel de aarde steeds sterker een dringende stem. Een stem die zich boven de anderen verheft met dadelijks macht onder klem. Die stem is de roepstem der volkeren die streven naar vrede en rust. Die stem is de stem van het menselijk geweten dat niet meer in slaap wordt gesust. Hij komt uit het hart van de moeders, hij komt uit het hart van de vrouw. Hij komt uit het hart van de man met de zoon en niet één die niet meestemmen wou. Die roepstem verlangt dat de vrede voor altijd blijft heersen op aard. Want eerst dan zal de wereld de welvaart verwerven. Door eendracht en arbeid vergaan. Zelfs nu nog. In de kleine sjoel staat een kacheltje en het brandt heel goed. En de rebbe leert, lieve kindertjes, hoe je schrijven moet. En de rebbe leert, lieve kindertjes, hoe je schrijven moet. Het is
Hebreeuws nog wel, dus heel moeilijk hoor. Het moet keurig net. Heb je het mooi gedaan, dan wordt een vlaggetje in je schrift gezet. Heb je het mooi gedaan, dan wordt een vlaggetje in je schrift gezet. Zegt, lieve kindertjes, kennis is geen macht, maar kan toch nog wel een lichtje zijn in stikdonkere nacht. Maar kan toch nog wel een lichtje zijn in stikdonkere nacht. Kindertjes, wat een lijdensweg ga je tegemoet. Daarom steek ik vast een klein lichtje aan, dat het altijd doet. Daarom steek ik vast een klein lichtje aan, dat het altijd doet. Nog eentje ter vertroosting, maar deze toch echt ook ter inspiratie. Allee. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je het straks anders wilt, kun je niet meer. Mens, durf te leven. Denk niet elke dag van je korte bestaan. Hoe heeft het mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat naar de wereld weer vindt. En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mensen, durf te leven. De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen oh foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst, ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk en wat je aan de armen mag geven. Is dat leven? De mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. Met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd
als je het anders zou doen. Als had je iets vreselijks misdreven. Mens, is dat leven? Maar het leven is heerlijk, ja het leven is mooi. Vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Een mens durf te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En een lap aan je laars, hoe een ander dat vindt. Hoe een hart vol van warmte en van liefde in je borst. En wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt, kan geen andere je geven. Een mens durf te leven. Dit was het vrije woord in onze interpretatie. Dank u wel en tot morgen in de Rode Bioscoop. Ik zeg het toch. Goedenavond, dames en heren. En welkom bij Timex Inspiratiesessies. We zullen zo 5 inspirerende verhalen horen rond de thema's van vandaag: vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. 5 mensen zullen hier straks een kort verhaal vertellen vanuit verschillende invalshoeken, vanuit eigen ervaring, om deze thema's verder uit te lichten. Het zijn 5 talks in een half uur, dus we moeten redelijk snel zijn. En daarom hebben we hier onze eerste spreker, Jeroen Bergs. Hij komt namens de Vereniging van Journalisten iets vertellen over een uitwisselingsproject voor journalisten. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Jeroen Bergs. Dank u wel, kan ik deze gebruiken? Mooi. Oh. Ik sta hier namens de Nederlandse Vereniging van Journalisten om u te inspireren. Om u te inspireren met een verhaal over hoe wij als Nederland de rest van de wereld inspireren. Nederland is namelijk een van de allerbeste landen als het gaat om de persvrijheid. En als NVJ zijn wij daar niet alleen trots op, wij willen ook graag onze expertise met de rest van de wereld delen. Wij willen de persvrijheid in andere landen een zetje in de goede richting geven. Daarom zijn wij 3 jaar geleden een uitwisselingsproject gestart met journalisten uit journalistieke derde wereldlanden. Dit jaar gaven we Egyptische journalisten de kans om in Nederland te ruiken aan een open democratie. En gingen wij naar Egypte om ze te leren hoe een vrije pers in een vrij land het verschil kan maken. Ik kan namens de volledige afvaardiging zeggen dat we razend trots zijn op het resultaat. Het was een uitermate leerproces voor alle betrokkenen. En laat ik u daarom even meenemen in een paar succesverhalen. We hebben een selectie van de beste en meest vasthoudende journalisten naar Egypte gestuurd. Journalisten die dagelijks in Nederland de persvrijheid maximaal benutten
ter controle van de macht. Zoals de brutale jongens van het Pauwnieuws. Dat pakte goed uit, want in Egypte bleek het wel een scoop als een burgemeester in zijn vrije tijd afspreekt met jonge mannen. Helaas bleek de vraag of premier Al-Sisi nog had geneukt in iets minder goede aarde te vallen. Over journalistieke kuitenbijters gesproken. Ook De Wereld Draait Door heeft een week lang een dagelijkse talkshow in Egypte gemaakt. Het hoogtepunt was toen het machtsmisbruik van de regering keihard aan de kaak werd gesteld, middels een opera van 30 seconden. Verder werd het nieuws dagelijks besproken door Matthijs, Peter R. de Vries, Prem Radakishun en Mark-Marie Huibrechts. Volgens Djuke Winia verstonden die Egyptenaren daar natuurlijk geen reet van, maar dat heeft in Nederland ook nooit onder de kijkcijfers in de weg gestaan en daar gaat het immers om. Naast televisie begint ook internet enorm aan populariteit te winnen in Egypte. Tientallen bloggers zorgen voor een constante stroom nieuws die de traditionele mediakanalen laten liggen. Ze schrijven over misstanden, politiegeweld en wetten die door het parlement worden gedrukt. En dat kan natuurlijk wel een stukje beter. Daarom heeft Rob Wijnberg namens de correspondent voor een enorme kwaliteitsimpuls gezorgd. Hij leert dus voorbij die waan van de dag te kijken, voorbij het platte nieuws. Dus geen korte, makkelijke stukjes meer over de zoveelste executie, maar een mooi lang verhaal als 99 redenen om niet bang te zijn voor Ebola en The Bitch Ain't One. Ja, dank u wel. Bedankt Rob, zou ik willen zeggen. Goed gedaan Rob. Ook andersom was er een enorme kennisoverdracht. Zo kwam Youssef Al-Nassir naar Nederland voor een stage bij de Volkskrant-columniste die nooit een blad voor de mond neemt, Aaf Brand Korstius. Youssef heeft na zijn stage bij Aaf besloten dat het tijd wordt om het probleem van smileys in WhatsApp-berichten ook in Egypte op de kaart te zetten. Hij schreef in zijn evaluatie: de Egyptische journalistiek was de afgelopen jaren zo met de Arabische lente en zichzelf bezig, dat je een beetje vergeet waar het echt om gaat in de wereld. Dankzij Aaf gaan die oogkleppen nu af, dat verzeker ik u, schrijft hij. Helaas zijn het niet enkel dit soort succesverhalen. Zo heeft Nisha Al-Baghindra besloten om haar journalistieke carrière te beëindigen, nadat ze een tijdje meeliep bij het NOS-journaal van Marcel Gelouw. Dankjewel Marcel. Ook Nisha heeft een evaluatie geschreven. Ze schreef: misschien ben ik gewoon niet geschikt. Een echte journalist zit niet alleen maar achter een desk natuurlijk. Een echte journalist doet ook af en toe een loopje door de studio. En sinds ik bij een bomaanslag op ons redactiekantoor mijn benen ben verloren, zit dat er voor mij helaas niet meer in. Begrijpelijk natuurlijk, want we kunnen niet allemaal een journalistiek zwaargewicht als Astrid Kersenboom zijn. Oh. Ook Fons de Poel heeft zich helaas halverwege uit het project terug moeten trekken. Heel tragisch natuurlijk, maar wel begrijpelijk. Fons vond dat zijn kritische interviews hem beletten om zijn werk als dagvoorzitter nog integer te kunnen doen. Ja, dan dank u wel. Fons, bedankt u ook. Kijk, als je net een kritische uitzending hebt gemaakt, is het toch lastig om een congres een beetje journalistiek onafhankelijk te leiden. En je wordt er dik voor betaald, dus je wil wel een serieus programma van maken, nietwaar? Volkomen begrijpelijk en wij waarderen dat enorm in Fons. Desondanks kunnen we niet anders concluderen dat het een enorm geslaagd project was. Enorm geslaagd. We hebben daarom besloten, en dit is nieuws voor de journalisten in de zaal, om een nieuwe journalistieke prijs in het leven te roepen. De NVJ Foreign Aid Prize, oftewel de NVJ FAP prijs. Een jaarlijkse prijs voor die organisatie die het aandurft om de persvrijheid te bevorderen op plekken waar de journalistiek nog niet de tot de tanden gewapende waakhond van de democratie is, zoals in Nederland. En met groot genoegen en enige trots mag ik hier de eerste winnaar van die prijs bekendmaken. De eerste winnaar van de NVJ FAP prijs is de NVJ met het jaarlijkse uitwisselingsproject voor journalisten. Gefeliciteerd allemaal! Wij hopen dat u als Nederlandse journalistiek zich door deze prijs laat inspireren. De hele wereld heeft recht op een beetje Nederlandse journalistiek. Dankjewel. Ja, dankjewel Jeroen. We gaan meteen door met de tweede spreker. En dat is voor de bekende een reclamemaker en dichter, Marnix Pauwels. De poëziekenners onder u kennen hem vast en zeker. Hij is een dichter die het vrije woord altijd serieus neemt en altijd vooraan staat om het vrije woord te verdedigen. Hij staat erom bekend de grenzen van de vrijheid van meningsuiting altijd op te zoeken.
Dames en heren, een hartelijk applaus voor Marnix. Ik ben echt zo benieuwd naar mijn simultaanvertaling in het Engels van dit... Oké. Sociale media. Waar mensen elkaar tegenkomen. Samen lachen. Keihard dromen. Delen wat hen bezighoudt. Soms heel eng. Vaak vertrouwd. Verzaken nooit en schromen niets. Wat leidt tot zeer betrokken tweets. Kut Ajax. Kut Apple. Kut bakfietsen. Kut Benam. Kut belastingdienst. Kut bierfiets. Kut boer zoekt vrouw. Kut christenen. Kut Dave Roelvink. Kut EK. Kut euro. Kut expeditie Robinson. Kut Facebook. Kut Feyenoord. Kut Galapagos eilanden. Kut gelovigen. Kut gelukzoekers. Kut gluten. Sociale media. De platforms van de hoop. Van samen zwijgen. Pijn verdelen. Weerstand uit miljoenen kelen. De actie komt soms uit het niets. Wat leidt tot zeer betrokken tweets. Kut hipsters. Kut hoeren. Kut ik vertrek. Kut in je broekje. Kut ISIS. Kut kant-en-klare pasta salade van de Albert Heijn met smerige kutstrooikaas. Kut kerk. Kut koninklijk huis. Kut KPN. Kut kunst. Kut minister. Kut nagellak remover van de ethos. Kut Nederlands elftal. Kut NS. Kut NS. Kut NS. Kut NS. Sociale media. Vol digitale troost. Van samen juichen om een goal. Van ruimte zat van... Vol is vol. Van welke flikker nam een fiets? Wat leidt tot zeer betrokken tweets. Kut junkies. Kut Peter R. de Vries. Kut PostNL. Kut PSV. Kut Quinoa. Kut regen. Kut regering. Kut sneeuw. Kut songfestival. Kut studiosport. Kut superfood. Kut taalnaties. Kut The Passion. Kut Thierry Baudet. Kut UPC. Kut van die plastic openmaaklipjes die altijd scheuren als je eraan trekt. Kut verbinding in de trein. Kut voetbal, kut schaatsen, kut wielrennen, kut tennis, kut darten, kut... Kut weer, kut werkelozen, kut wie is de mol, kut wifi, kut Wilders, kut iOS, kut winter, kut Jolante, kut Ziggo, kut Zalando, kut Zwarte Piet, kut Wouter die nooit eens een kutwerk doen en boeven vangen, kut bejaarden met een kut kleingeld bij die kutkassa, kut hamsters met hun kutmoestuintjes, kut vluchtelingen uit Afrikaanse kutlanden met hun lekke kutbootjes, kut gemeenten met hun kutregeltjes over het kutparkeren, kut joden die een kutholocaust de hele tijd in ons gezicht wrijven, kut lekkere wijven met een kutso. Op hun kut. Kut Marokkanen. En ook al zijn het onze kut Marokkanen. Het blijven kut Marokkanen met de kutscooters op de stoep. Kut jonge moeders in een kutbak fietsen. Die denken dat de hele kutwereld om hun draait. Nu ze een hond vlees uit hun kut hebben geduwd. Kut moslims die het presteren om er een nog kutter geloof op na te houden. Dan die kut christenen met hun massale kut kindermisbruik. Er is echt eindeloos veel kut. Als je Twitter moet geloven. De magnetron is kut. En dat geldt ook voor de oven. Maar misschien schrijven we samen ooit een nieuwe pagina. En wordt de collectieve kut een fijne, warme vagina. Dankjewel, Marnix, voor het gedicht Lofzang op social media. Dan gaan we nu luisteren naar een schrijver die meer dan wie ook weet wat de grenzen van de vrijheid van meningsuiting zijn. Pasco Vanenburg schreef het boek Hoe blijf ik binnen de grenzen van meningsuiting? Een praktische handleiding. En daardoor werd hij een vril gevraagd spreker binnen Den Haag, waar hij workshops geeft over de grenzen van vrijheid van meningsuiting. En hij zal vandaag een korte workshop verzorgen gebaseerd op die workshops in Den Haag. Dames en heren. Pasco Vanenburg. Discrimineren mag niet. Daar zijn de meesten van ons het in elk geval in het openbaar wel over eens. Discriminatie is verderfelijk, verfoeilijk, verachtelijk en ook nog eens verschrikkelijk verboden. Dat staat namelijk in de grondwet en niet eens ergens als voetnoot of... achter in het boek waar nooit iemand kijkt. We hebben er het allereerste artikel van gemaakt, dus er kleeft wel enig gewicht aan. Maar wat als je nu echt heus werkelijk geen racist bent, maar gewoon een hekel hebt aan, laten we zeggen,
Eskimo's. Sorry, Inuit. Kan natuurlijk, maar wat dan? Je kunt uiteraard, zoals de meesten dat doen, gewoon achter gesloten deuren in het gezelschap van gelijkgestemden Eskimo-grappen gaan maken. Heeft niemand er last van. Maar er kan een moment komen waarop je het liefst door de stad zou paraderen met een spandoek waarop je ware gevoelens tot uiting komen. Oh, stop. Niet doen. Voor je het weet heb je een proces aan je broek en sta je tegenover zo'n nare, linkse, politiek correcte, multiculti-knuffelaar van een rechter. En dat is voor niemand leuk. Maar geen nood, niet getreurd. Er is een manier. Want hoewel het ondanks enkele mislukte afschafpogingen nog steeds tegen de wet is om te discrimineren, mag je wel kritisch zijn. Verpak je mening net even wat anders, buig je woordvolgorde om, sluit af met vraagtekens en herhaal geregeld dat je zaken bespreekbaar wilt maken. Kort gezegd, discrimineren mag niet, kritiek leveren wel. Zo is Geert Wilders islamkritisch, zijn geestelijken en veel aanhangers van diverse religies homokritisch, zijn neonazies judeo-kritisch en plaatsen Ku Klux Klan enkele kanttekeningen bij het hebben van een andere huidskleur. Hoe werkt het dan in de praktijk? Heel simpel, ik geef een paar voorbeelden. Zeg niet, moslims zijn kut en moeten oprotten naar hun eigen land, maar zeg, ik ben van mening dat de islam een totalitaire ideologie is en waarvoor geen ruimte is in de westerse samenleving. En ik zou graag zien dat de wet hierin voorziet opdat onze vreedzame maatschappij gevrijwaard blijft van wat in mijn ogen slechts te omschrijven valt als barbarijen. Zeg niet, Joden zijn de bron van al het kwaad en Israël moet van de kaart worden geveegd. Zeg, ik ben van mening dat er, mede dankzij een sterke pro-Israëlische lobby, een sterk eenzijdig en onjuist beeld wordt gevormd van de Midden-Oosten-problematiek. En persoonlijk zou ik er voorstander van zijn om de Israëliërs elders te huisvesten, bijvoorbeeld op de maan. Zeg niet, homo's zijn vies. Zeg, ik draag de traditionele waarden van het huwelijk hoog in het vaandel en ik ben van mening dat mensen met het syndroom van homofilie gebaat zijn bij enerzijds een correcte voorlichting en anderzijds professionele heterotherapie. Onze lieve Heer schiep immers Adam en Eva en niet Adam en Stefan. Vergeet bij dit laatste ook niet kort, doch smakelijk te lachen. Wees creatief, gebruik je fantasie, speel met de ruimte die de wet en de taal je bieden. Laat niemand je vertellen dat je discrimineert of, nog erger, een racist bent. Broer, kom op zeg, je nichtje is getrouwd met een neger. Topgozer, kan geweldig barbecuen. En Marokkanen zijn nou eenmaal allemaal crimineel en of zelfracistisch. En crimineel en of zelfracistisch, en dat verzin jij niet. Het staat in de krant. En dus is het waar. Dat je van mening bent dat het wangedrag van iemand uit een andere cultuur genetisch is en op iedereen uit die cultuur terugslaat, betekent nog niet dat je ze allemaal over één kam scheert. Doe hier niet aan mee. Laat je niet framen, want jij weet wel beter. Weg met discriminatie, leven de kritiek. Dankjewel. Dankjewel, Pascal. Dan nu aandacht voor een groep die maar zelden een stem krijgt in het debat. Een groep waar veel over gesproken wordt, maar die zelf nauwelijks aan het woord komt. En het is een groep waar veel mensen wel een beeld bij hebben, maar een beeld dat in veel gevallen niet op feiten is gebaseerd. En hier, om dat beeld recht te zetten, is de voorzitter van het Verbond van Verwarde Mensen, Sam Gerrit. Goedenavond. Ik wil u allen hartelijk danken voor het aanwezig zijn hier. Ik wil de heer Kurt Westergaard vooral bedanken voor zijn aanwezigheid hier. Ik ken alleen maar twee woorden in het Deens. En die wil ik graag, I would like to speak my only Danish words that I know to the people that disagree with your cartoons. My words are, hal kæft. Betekent hou je bek. Ik sta hier vanavond als voorzitter van het Verbond voor Verwarde Mensen. En ik wil het met u eigenlijk hebben vanavond over de verwarde mens als het nieuwe gevaar. He, sinds begin dit jaar een verwarde lotgenoot van mij het journaal gijzelde, is er eigenlijk sprake van een steeds groter wordende paniek rond verwarde mensen. Justitie en politie weten niet zo goed wat ze met ons moeten. Op 21 mei is er zelfs een debat in de Tweede Kamer over verwarde mensen en hoe gevaarlijk ze zijn. Verrassend, maar dit is Nederland.
Er bestaat een raar stigma rond verwarde mensen. Een stigma wat niet aan de realiteit voldoet, mijns inziens. Maar wat in stand gehouden wordt door onze media. Kijk er de krant maar op na. Elke dag kun je het lezen. Verwarde mensen komen alleen in het nieuws in negatieve context. Verwarde man verstoort Prinsjesdag. Verwarde man aangehouden voor openlijke geweldpleging in een geitenmelkerij. Altijd ligt er een negatieve lading over. Maar er zijn genoeg verwarde mensen die positieve dingen doen, maar daar hebben we het niet over. Dat heten gewoon Nederlanders. Er is bijvoorbeeld een verwarde man die denkt dat alle vrouwen dom zijn, maar die man die heeft elke weekdag een late talkshow op NPO 1. Dat noemen we gewoon een Nederlander. Een bekende Nederlander ook nog eens. He? Ik noem maar een paar. Mark-Marie Huibrechts. He? Mark-Marie. Henk Krol. Roos Vonk. Geert Wilders. Quincy Gario, die volgens mij als kind in een vat verwarring is gevallen. Mark Rutte, die centjes verdienen belangrijker vindt dan genocide erkennen. Albert Verlinde, die bezig is met Verwarde Man de Musical. Allemaal zo verward als wat. Maar niemand noemt ze zo. Nee, alleen als je kwijlend langs de straat loopt, ben je verward. En sinds januari blijkbaar ook gevaarlijk. Ik snap niet zo goed waar dat vandaan komt. Verwarde mensen zijn er al sinds het begin der tijden. He, lees de Bijbel er maar op na. Jezus doet allerlei dingen met verwarde mensen. En sinds 1957 zijn we een stuk minder verward. In 1957 kwam er een middel op de markt, dat heette Haldol. Het is een antipsychoticum. Sinds die datum zijn er nog heel veel antipsychotica op de markt gekomen. En sindsdien is, let wel, 70% van alle verwarde mensen in staat om na één of meer verwarde episodes gewoon weer aan de slag te gaan en een normaal leven op te bouwen als een normaal mens. Ik sta hier ook. Behoorlijk coherent te wezen volgens mij. Als het niet zo is, moet u het even zeggen. Afijn. De overlast van verwarde mensen neemt de afgelopen 4 jaar toe. Dat hebt u vast wel gemerkt, hè? Vandaar ook alle debatten in de Kamer enzovoorts. Maar dat ligt niet op ons bordje. Dat ligt op het bordje van minister Schippers, die in 2011 0,6 miljard euro bezuinigde op de verzorging van verwarde mensen. En die dacht dat dat geen gevolg zou hebben. Minister Schippers maakt aan de lijve mee dat je niet zomaar 0,6 miljard op een of andere verzorgingsinstelling kunt bezuinigen zonder dat het gevolgen heeft. Het is jammer, ze ontdekt de hard way dat psycholances en arrestatieteams duurder zijn dan een bedje bij de psychiatrie. Afijn. Leven Haldol, leven voldoende zorg, het gaat een stuk beter met ons. Alleen voor Jan met de pet, de gewone man op de straat, is er eigenlijk nog steeds niks veranderd. Want Jan met de pet denkt niet in getallen. Die denkt niet in 70%. Die denkt alleen maar in anekdotes. En Jan met de pet ziet nog steeds gekke mensen langs de straatsvalken en om een euro bedelen. De rest van de berg is onzichtbaar. Waar zijn die mensen? Dat brengt me bij een boeiende paradox. Volgens recente cijfers krijgt 1 op de 5 mensen in zijn leven te maken met ernstige psychiatrische klachten. Hoor je daar iemand ooit over? Ja, ik. Maar verder. Bij mensen die dol zijn op culturele events als deze, ligt het percentage, volgens recent onderzoek van de VVVM, zelfs op 1 op de 4. Kijk even om u heen. Tel 3 stoelen, links en rechts van u. Daar zit er eentje. Een verwarde man, een verwarde vrouw, ze zitten hier gewoon onder ons. Wacht, ik ga het nog makkelijker maken. Alle psychiatrieklantjes in deze zaal, steek even je hand in de lucht. Zien we een woud van handen? Nee, alleen mijn dappere collega's van Tijn. En dat is precies het probleem. Stel nu, als de gips geband was geweest om een arm die je net had gebroken. Dan zouden we allemaal heel trots ermee zwaaien. Maar nee, als je je eigen gekte hebt overwonnen, wat volgens mij nog wel een stukje ingewikkelder is dan je arm maar laten helen, ben je blijkbaar nog steeds een loser en durf je het er niet over te hebben. Mensen, we leven verdomme in de 21ste eeuw. Iedereen is dol op hoe plaatjes van onze hersenen werken. We weten steeds meer over hoe enorm kwetsbaar die 3 pond orgaanvlees in onze kop is. Maar ondertussen blijven we doen alsof het brein onverwoestbaar is en alsof we alles aan zouden moeten kunnen.
alsof er niks met ons aan de hand is. Dat lijkt me nou de grootste nationale verwarring die op dit moment heerst. In naam van ons allemaal en in naam van het vrije woord, hou daar nou verdomme eens een keer mee op. Dank u wel. Dankjewel, Sam. En dan tenslotte onze laatste Time Talk. Ruben Oppenheimer, cartoonist voor onder andere NRC Handelsblad, NRC Next, de Negener Dagbladen en Time Magazine. Hij vocht eerder dit jaar nog een ruil uit met advocaat Theo Hiddema en die rechtszaak later dit jaar nog een vervolg. Bovendien was hij een van de meest uitgesproken Nederlandse cartoonisten na de aanslagen op Charlie Hebdo. En Ruben kijkt vandaag met u terug op deze incidenten in zijn lezing De onveranderde rol van cartoonisten na Charlie Hebdo. Dames en heren, Ruben Oppenheimer. Alleen Ruben is er niet. Ja, het is vrij vervelend, maar hij zou ons programma afsluiten met een lezing over zijn rol als frontsoldaat voor het vrije woord. Maar ik moet meedelen dat Ruben wegens persoonlijke omstandigheden heeft besloten om af te zien van zijn optreden. Hij wordt namelijk altijd bedreigd door zijn vriendin, die er genoeg van heeft dat zijn werk zelfs in het weekend voor lijkt te gaan. En ze heeft hem voor de keuze gesteld of debatje nummer zoveel of zijn relatie. Nu wil ik niet de indruk wekken hier dat Ruben een lafaard is en dat hij wijkt voor dreigementen. Maar hij heeft zojuist laten weten, ik heb haar al tijden geleden een weekendje beloofd en die moslims zijn misschien geen lievertjes, maar dan kennen jullie Laura nog niet. Laura is Spaans, moet u weten. En dit is natuurlijk grappig en ik begrijp dat u erom moet lachen. Maar dat is ook eens echt de reden dat Laura hier niet is. Ja, zij is Spaans en heeft een Spaanse achternaam. En er was misschien iets niet helemaal goed gaande met de geboortedatum, maar zelfs dat weten we niet zeker. Maar dat was genoeg reden, blijkbaar voor de beveiliging vandaag, om Laura niet door de screening te laten komen. En u denkt, ik maak een grap, maar dit is werkelijk waar geen grap. Ruben heeft de afgelopen tijd steeds laten weten dat hij niet wil wijken voor terreur en juist het tegenovergestelde. Hij weigert eigenlijk op te treden onder het strikte veiligheidsregime zoals dat hier vandaag geldt. Het veiligheidsregime waar u zich vandaag aan onderwerpt. Blijkbaar kunnen we tegenwoordig alleen nog maar de spot drijven achter gesloten deuren met een breedgeschouderd tweejasje ervoor. En blijkbaar bent u het normaal gaan vinden dat u alleen nog satire kan zien als u op de gastenlijst staat, gecheckt, gescreend en gevisiteerd bent. En dat, dames en heren, is de ware knieval voor terreur. En daarmee zijn wij zelf degene die onze vrijheid beknotten. En dat gebeurt dag in, dag uit. Zo besloot een volkomen doorgesubsidieerd clubje ter bevordering van de persvrijheid, genaamd PEN Nederland, zich terug te trekken uit de organisatie van deze avond omdat ze de veiligheid niet konden garanderen. Alleen omdat een cartoonist komt die een vrij lelijk tekeningetje van mijn hand maakte. Waar ben je dan godverdomme voor opgericht? Om de vrijheid van het AWB Leedblad te promoten? We beknotten de vrijheid omdat we natuurlijk allemaal vinden dat de tekeningen van Charlie Hebdo best wel mogen, maar dat ze misschien niet smaakvol genoeg zijn om een prijs te mogen ontvangen. Dat het natuurlijk wel mag, natuurlijk, daar gaat het niet om, maar dat u zich liever niet associeert als intellectueel en schrijver en dat u daar een pontificaal afstand neemt van zo'n prijs, als smaakbewuste intellectueel uiteraard. En omdat u in januari allemaal even Charlie was, vous êtes tous Charlie, maar bij het zien van een tekeningetje van verdronken vluchtelingen allemaal roept dat vrijheid ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat een harde grap over dode vluchtelingen misschien maar beter niet gemaakt zou kunnen worden. Dat het nu natuurlijk wel mag, natuurlijk, vrijheid van meningsuiting, maar dat u het gewoon niet zo smaakvol vindt en dat het daarom bij Facebook rapporteerde als zijnde ongewenst. Dat de opiniepagina's van elke zichzelf respecterende kant volstaan met uitgestreken gezichten die schrijven hoe belangrijk de vrijheid van meningsuiting wel niet is. Maar geen krant islamsatire plaatst. Geen spotprint, geen satirisch stuk. Nee. Niet omdat het niet zou kunnen natuurlijk, absoluut niet.
maar omdat het gewoon zo plat, zo ongenuanceerd, zo gemakkelijk is. Want godverdomme, wat is kwetsende humor toch gemakkelijk, dames en heren. Dames en heren, u roept het over uzelf af. Dat u hier vrijwillig anaal gevisiteerd wordt om een klein beetje satire te kunnen zien. Dames en heren, daarom wilde Ruben niet aanwezig zijn, omdat hij niet mooi weer wil spelen in het zoveelste debat over de vrijheid, terwijl hij kort daarvoor nog gevisiteerd was. Het spijt me dan ook zeer, maar u zult het vandaag met alleen zijn cartoons moeten doen. Hij komt niet het podium op. U kunt ze draaien. Fijn dat u er nog allemaal bent. Het laatste onderdeel van de avond ben ik blij om aan te kondigen. Hans Teeuwen, en daarna gaan we verder met discussiëren aan de bar. Nou van, ja, zeker zo'n oranje overal
Dat is zeker om vanwege dat je dan. Dat je dan islam gaat bashen. Hè? Huh? Denk je dat ik nou islam ga bashen? Nee, dat ga ik nou helemaal niet doen. Want waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik islam gaan bashen? Islam is de enige godsdienst, jonge man, waar mannen en vrouwen gelijk zijn. Waar homo's kunnen zijn wat ze zijn. Ja, waar vrijheid van meningsuiting gegarandeerd is. En het is de enige motherfucking godsdienst die een vuist maakt tegen antisemitisme. Ja, 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 ja. Dat is nog eens een ander geluid, hè? Ja, ik bedoel, ik trek dat niet meer. De mensen van, islam is vrouwenvriendelijk. En ik, oh ja. Oké. Als islam vrouwenvriendelijk is, waarom is het dan zo dat in Mekka niet één, maar twee Dolly Dots musea zijn? Waarom is dat dan? Ja, islam is homofoob. Oh ja. En daarom wilde Robert Long de laatste 10 jaar van zijn leven in Jemen wonen. Hè? En waarom is het dan dat in Nederland worden de musicals van Jos Brink nergens meer opgevoerd? Nergens, nooit meer. Zijn ze niet in geïnteresseerd? Waar wel? In Damascus. En in Aleppo. Daar wordt het nog opgevoerd. In elk Turks postkantoor hangt een foto van Albert Mol uit motherfucking respect. Maar goed, dus dit heeft niets met, deze hele outfit heeft niets met islam te maken. Zoals heel veel dingen helemaal niets met islam te maken hebben. Nee, ik zal het uitleggen, want ik, dit pak. Want ik werd dus, ik zat thuis, gewoon lekker, rustig. En ging je telefoon, ik nam op. En ja, met Juri Albrecht van de Bali. Ik denk, kut! Hij krijgt zijn tent weer niet vol. En dus ik zeg, ja, wat nou weer? Ja, dit en dat. En vrije woord zus, vrije woord dit en dat allemaal. Ja, of ik dan wilde komen. Ik zei, ja, ik weet niet meer. Ja, maar het was dan heel belangrijk. Want er kwam ook een mystery guest. Oeh. Ik zei, ja, wie is dat dan? Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik zei, ja, kom op, je kan het toch wel zeggen. Nee, ik kon die niet zeggen. Ik zei, kom op. Nou, ik zei, nou, geef me dan zijn initiaal, op zijn minst. Kan je dat misschien doen? Ja, nou, dat kon dan wel, maar ja, dan moest ik hem aftrekken. Fuck! Ik heb dat uiteindelijk maar gedaan. Ja, ik denk, ja, ik heb aan Niel Ramdas heb ik ook zo vaak afgetrokken en heeft niet geholpen. Maar, dus, en toen zei hij, ja, de initialen, KW. Godverdomme. En dan ga je denken, KW, 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 wie kan dat zijn? KW. Klaas Wilding? Die wordt toch helemaal niet bedreigd? Zou die heerlijk vinden, Klaas Wilding, als hij bedreigd... Ja, ik word nu bedreigd, inderdaad. Ik word nu, ja. Is er nog een camera? Ja, dus dat leek me onlogisch. Dus ik verder denken. Wie kan dat zijn? KW, KW. En daar nog een tijdje, is het dan Kenny Rogers? Weet je wel, die country en western zanger, Kenny Rogers? Ik naar Memphis. Son, you've never read my name, did you? Nee, dat was sinds kanker met de week. En toen ging ik dieper. Oh, natuurlijk, nu snap ik al die beveiliging. Koning Willy. En het is natuurlijk gewoon Koning Willy. En vandaar dacht ik, nou, is het dan niet toepasselijk om een oranje pak aan te trekken. Want ik heb een beetje een ingewikkelde verstandhouding met Willem-Alexander. Ik heb iets met zijn moeder gehad ooit. Ja, heb ik dat nooit verteld? Ik mocht altijd op de dagen dat Lubbers niet kon. Ja. Dan zag ik dan nog die schrale plekken van die baard van Lubbers overal nog.
Dus ik dacht, nou ja, minste wat ik kan doen is dan een beetje een goed pak aantrekken om te laten zien dat ik in elk geval van goede wil ben. Maar nu bleek het, godverdomme, Willem-Alexander helemaal niet te zijn. Kut! Dus ik verder denk, KW. Een omstreden persoon, beveiliging nodig, KW. Fuck! Ik had het. Koert Waldheim. Koert Waldheim. Ja, ik denk, ja, maar waarom ga je op een avond van het vrije woord een oud-secretaris-generaal van de NATO, die ook nog bij de SS blijkt te hebben gezeten, en die dood is? Nou, wat is het? Ik kreeg echt de gekste fantasieën in mijn hoofd. Ik zag echt gewoon Juri Albrecht die met zo'n lijk achter zich gaan. Hier! Daar is hij! Ik denk, ja, oké, maar dan als... Maar dan speel ik het spelletje mee, weet je wel? Dan doe ik ook mee. Dus nou, ik denk, maar dan komen we, godverdomme, dan kom ik ook... Dan kom ik prepared. En had ik dus gekocht. En ik denk, dan ga ik dansen rond dat lijk van Koert Waldheim. Hava, Nakila, Hava, Nakila, Hava. Ja. En ik denk, oh, weet je, dan neem ik ook iets mee, dacht ik. En kijk eens wat ik hier heb, jongens en meisjes. Dat mag niet. Mein Kampf. Ja. Heftig boek, man. Echt waar, man. Je leest 6 bladzijdes, je hebt gelijk zin om Joden te vergassen. Wat de kracht van literatuur. Het is echt niet te geloven. Heel goed dat dat achter slot en grendel ligt. Nou, die leggen we even hier neer. Maar ik was er dus nog steeds niet uit wie de motherfucking fok is KW. En toen dacht ik, misschien is het een aanwijzing, KW, bijvoorbeeld koud water, een vluchteling, misschien is het een vluchteling, weet je wel. En toen dacht ik, kale wijsgeer, misschien is het wel een kale wijsgeer. Nee, een wijsgeer. Dus ik denk, ja, dat moet of Frits Wester of Mark Marie Huibrecht zijn dan. Nou ja, om die nou te gaan beschermen, die zou je eerder dood nemen. Dus ik kwam er niet uit. Toen uiteindelijk mocht ik het dan weten, pas Koert Westerbork, toch? Koert Westerbork. En ja, I'm sorry, I do not know you, but you seem like a very nice gentleman. Jesus, fuck, you haven't understood a word that I said. So for you, I'm gonna make it a little bit more visual. Because otherwise, what's the point? I'll do something for you. That's for you, Kurt. Kanker, hoe was die volgende overgang nou? Sorry dat ik kanker zeg trouwens, maar dat bekt gewoon lekkerder dan uit de hand gelopen celdeling. Ik was eigenlijk van plan om dus in dit pak op te komen en dan ook nog gesminkt als Zwarte Piet. Ja, als een soort, dan heb ik alles gelijk op een hoop en dan heb ik alle controverses zo in één klap. Toen dacht ik van ja, maar dan moet ik dat weer afhalen. Ik had er geen zin in! Jezus Christus! Sorry, I get very annoyed with these people. They're always blah. En dus ik dacht, weet je wat, nee, ik neem een masker. Ik neem gewoon een Zwarte Piet masker. Dus ben ik naar een Zwarte Piet maskerwinkel gegaan. En ik vroeg, heeft u een Zwarte Piet masker? En die zei, nou, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, ik heb wel iets. Weet je, laat maar zien. Ja, maar moet u niet mij de schuld geven. Niet mij de schuld geven. Ja, wat dan? Ja, ik haal het wel af. Nou, en jullie moeten ook niet mij de schuld geven. Want, tering Jantje,
Kijk, toen kreeg ik dus dit. Ik bedoel, ik kan echt wel wat hebben qua... maar Jesus Christ. Dus ik zeg... Hey! Exploitant van de Zwarte Piet maskerwinkel. What the fuck? Wat is dit? Hoe komt u aan dit masker? Ja, dat kan ik ook niks aan doen. Maar iemand maakt die voor ons. Ja, wie dan? Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik zeg, waarom niet? Dat kan ik echt niet zeggen. Ik zeg, nou, ja, geef me dan maar zijn initialen. SS. Ik denk, hè? Waarom zou Steven Seagal in godsnaam zo'n... Dus ik ging denken weer SS. En ik een steek in mijn buik voel ik in één keer door de realisatie. Door wie ik dacht dat het was. Mijn complete wereldbeeld op z'n kop. SS. Ik denk, fucking hell. Is dit afschuwelijke, racistische masker gemaakt door Sylvana Simons? Ik begrijp de wereld niet meer, weet je wel. Dus ik bel haar op. Ik zeg Sylvana, ja, hallo, je spreekt met Sylvana. Ik zeg, mevrouw Simons, maakt u wel eens maskers? Nou, ik weet niet waar je het over hebt, hoor. Ik heb mijn hele leven nog nooit een masker gemaakt. Ik zei het aan Rodney, heb jij een masker gemaakt? Ik zeg, u klinkt toch wel anders dan op televisie. Ja, maar thuis dan kan ik ontspannen. Lekker kip eten en een beetje ontspannen. Gaat niet te ver, toch, dit? Het is toch prima? Walgelijk masker! Zo. Nou, mensen, dan zijn we... Nu gaat het spannend worden. Want we zijn nu aangekomen bij de grande finale van mijn performance. En daarvoor heb ik dus nodig deze lucifers. En... Oh, kut, Koran vergeten. Ja, godverdomme. Je kunt hier ook mee doen, maar het is toch anders. Nee? Fuck, ja, heeft er iemand toevallig een... Heeft iemand toevallig een Koran bij zich? Dat is toch kut, hè? Heb je een Koran, heb je een keer een Koran nodig, heb je hem niet bij je. Laatst in de sauna had ik het ook. Ik denk, ja, nu zou ik wel zin hebben in een Koran. Niks. Godverdorie, dat is toch echt wel heel erg jammer. Heeft er iemand misschien een boek van Manon Uphoff? Misschien ook wel leuk. Ja, kijk, ik kan het hier ook wel mee. Maar ja, dat is, ja, bedoel, dat kan iedereen. Dat kan iedereen. Nou ja, jammer, dan is het toch een klein beetje een anticlimax. Ik kan ook niks aan doen. Dat zou, mijn werkster zou mijn tas inpakken. En, dat zie je. Je kan gewoon echt helemaal niemand meer vertrouwen. Tegenwoordig, die is deze. Goed chagrijnig van. Zorg nou dat je altijd een paar Korans in je tent hebt. Voor dit soort momenten. Ik wil jullie overbreken. Oké, dames en heren, dan sluit ik af met mijn golden hit. Een vrij woord. Zet God op de pot, stop de profeet maar in je reet en dans voor het vrije woord. En als je dan wordt doodgeschoten, heb je van dit lied genoten.
De een die wordt verdreven, de ander wordt vermoord. Hiep, hiep, hoera, het vrije woord. Christelhondigheid en neukers, iedereen doet mee. Jezus en Mohammed op een openbare plee. Nee, ik mag niet kwetsen, mijn excuses en ik zal voor straf me laten pijpen door de meiden van halal. Het vrije woord gaat nooit verloren, als liggen de kogels om je oren. Maar als zo'n baas me dood wil schieten, hoop ik dat hij mist. Want ik ben een bonvivant, ik ben geen zelfmoordterrorist. Je bent moeilijker te raken als je bereid bent af te slanken. In die zin had Van Gogh het allemaal aan zichzelf te danken. Je mag het dan wel zeggen, maar moet je dat wel doen? Ik denk van wel, want anders is Mohammed B de kampioen. En dat is niet te verdragen, dat vinden we niet fijn. Dus daarom met z'n allen nu nog één keer het refrein. En wie niet mee wil doen, die doet gewoon niet mee. Dat is goed, want ik ga ook niet naar de kerk of de moskee. Ta-ta-ta-ta-ta. Zet God op de pot, stop de profeet maar in je reet. En dans voor het vrije assen. Zo is het alweer genoeg. Dank u weer, dank u wel. And thank you very much. Thank you very much, Mr. Kurt Westergaard, for coming here. I think you showed us really what it means to try to understand what's happening in our time. The things you said about that you wanted to meet the man who wanted to attack you, hurt your grandchild, hurt you, and to speak to him, and you got no answer. But the way you tried to describe the fact that you want to understand, because there's, at the end of your life, no room for hate, it might be better to understand. I think that's essential for our culture, and I think we all can be very proud that we've heard you, that you're here and that we listen to your words. Thank you very, very much for coming over all the way. And I'm very proud that with the help of the city of Amsterdam, we'd be able to host this. Thank you very, very much for coming. It meant a lot to me that you all were here till even sort of the middle of the night. Thanks a lot. And we'll try to top this next year. Thank you very much, Mr. Westergaard.